Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Een dag vertraging helaas, maar goed, dat geeft niks. We gaan vandaag lekker verder in Miami. Amerika staat op het programma. En we hebben een aantal merken, zie ik, die wij kunnen ontgrendelen met de punten die wij hebben behaald. Dit is een beetje F1 Live, hoe jij eruit wilt zien, maar ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Ze hebben zelfs Beats. Nou, ik vind het wel knap dat ze Beats erin hebben gezet. Ze hadden beter Bose kunnen doen, of JBL. Veel beter dan die goedkope meuk. Maar goed, heb jij de vorige aflevering nog niet gezien? Zal ik die eerst even terugkijken zodat je deze dus gaat zien? Dat kan rechtsboven in het i'tje, klik erop en je ziet die video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen, abonneer vooral voor meer. En schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele aflevering van mij mist. De allereerste video's heeft 200 views neergezet, dus dat is hartstikke fijn, dankjewel daarvoor. Die video doet ook het beste van mijn video's natuurlijk op mijn kanaal. Anyway, we hebben wat cash, maar ik denk niet dat het genoeg is om wat aan de faciliteiten te kunnen doen. We hebben wel wat resourcepunten binnengehaald in de afgelopen races, dus daar komen updates aan. We hebben nog helaas geen punten gescoord, we moeten dat nog zien doen. En dat is jammer. Hopelijk kunnen we dat in Miami wel gaan doen, dat is voor mij ook een nieuw circuit, ik heb er nog nooit op gereden. Er zijn wel wat updates binnengekomen, ook soms gefaald, zie ik. Die moeten wij opnieuw gaan bestellen. Maar veel zijn er binnengekomen, hebben ook een Pirelli Hot Lap op het circuit zelf. Iets van het chassis heeft het niet volbracht, jammer. Die moeten wij opnieuw gaan bestellen. En hopelijk dat die in Barcelona wel goed is gekomen. Maar eerst de Pirelli Hot Lap. Kijken wat wij gaan doen. En wij gaan voor een tijdaanval, een time attack. We moeten binnen zoveel minuten op de klok een ronde zien te volbrengen. En hoe sneller, hoe meer geld wij krijgen. Dat is dus een hele korte intro. Time attack in een Mercedes. En dan gaan we dan een rondje op het Miami circuit. Een stratencircuit vind ik het meer. Hebben hier gewoon veel onderstuur. Ja, dit is gewoon een normale auto. En niet een Formule 1 auto. En ons doel is 4 minuten en 15 seconden. Dat moeten wij zien te halen. Dan is het gewoon goed. Veel onderstuur. En dan zijn we aanbeland bij het einde van een rondje Miami. We gaan het denk ik net niet halen. Nee hoor, want we zijn nu al bij de 4 minuten 10. Dit rennen wij helaas niet. Ook 4 minuten 20 gaan wij niet halen. Gaan wij dan 4 minuten 28 wel halen? Dat is de vraag. Jazeker, 4 minuten en 25 seconden gefinished en halen brons. Krijgen wel extra beloning en extra resource punten. Hebben dus de derde target tijd gehaald. En dan zijn we aanbeland, ja, bij de kwalificatie in Miami. Het is bewolkt. Ik denk ook dat de regen is voorspeld. Ik heb al een aantal keren op dit circuit rondjes gereden en het is een uitdagend circuit. De AI is hier bloedsnel op het rechte stuk. Daar kunnen wij echt niks tegen doen. Gaan daar een klein beetje wijd. Hebben een klein moment
onderstuur bij die bocht nummer 2. Heeft ons wat tijd verloren. En hier hebben wij dan Carlos Sainz voor ons rijden. Hoor je mijn DRS knop zo meteen aan? Jazeker. Maar Sainz rijdt voor ons. Wij gaan hier zo meteen een tijd laten noteren. Ik denk niet dat hij goed genoeg is om door te kunnen komen naar Q2. Helaas een broodje en de muur aangetikt. Dus deze ronde is niet goed. Sainz zet de snelste tijd neer en wij komen op een 1.34.0. 3,6 seconden langzamer dan Sebastian Vettel die op P5 rijdt. We moeten er nog een keer voor gaan zitten. Kijken of dit rondje beter wordt. Voorlopig niet. Zijn 2/10 langzamer. Eén ronde brandstof aan boord. En aan het einde van de sessie ging het regenen toen ik de tweede run deed. Dus ja, dat was ook compleet zinloos. En staan dus op P21. Theo Pourchaire pakt ons alweer in de kwalificatie. Wij staan wel voor Mick Schumacher. Dus dat is goed om te zien. Dit wordt een uitdagende wedstrijd. Dus op naar alweer aflevering nummer 4 van F1 22. My Team Career Mode. Welcome to the Miami International Autodrome, home of the Miami Grand Prix. This exciting track circumnavigates the Hard Rock Stadium, home to the NFL outfit, the Miami Dolphins. A lap of the Miami Grand Prix features 3.36 miles of track around Hard Rock Stadium, and 19 corners make up the Miami International Autodrome, which will challenge the drivers in a tight wheel-to-wheel race. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Charles Leclerc lines up on pole position, and Max Verstappen lines up alongside. Considering the rest of the grid, we have Fernando Alonso, Magnussen, Esteban Ocon, and Norris, Bottas, Gasly, Tsunoda, and Daniel Ricciardo, Vettel, Joe, Carlos Sainz, and Perez, Hamilton, Stroll, Nicholas Latifi and Alex Albon, Theo Pourchaire, the Professor, Mick Schumacher and George Russell ends our grid lineup. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Anthony Davidson, a lot of talented drivers out on the track today, but what will stand out for you? My focus is 100% on the front of the grid. Like you said, we're seeing a lot of strong competition across those positions, so it would be super interesting to see the fight for that front spot. Personally speaking, I'm hoping for plenty of overtakes. Nou, dan zijn we aanbeland bij de grid. Voor de grote prijs Miami, medium hard is de strategie. Neem extra fuel mee om wat harder te kunnen pushen. Gaan we beginnen voor de formation lap. Voor de formation lap starten op de medium band. Heel veel mensen staan op de medium band. Heel veel mensen hebben ook een grip penalty gepakt, zoals George Russell. Start als laatste. Heel veel advies van de engineer. Of gewoon de banden opwarmen, de remmen opwarmen. Zorg dat je goed wegkomt van je grid. Dat is het advies. Ik verwacht hier een hevige strijd met de concurrentie. Zeker omdat die mensen zo snel zijn op het rechte stuk. Wij zijn gewoon als een slak gewoon op het rechte stuk. Niet normaal. En de ERS gaat ook ontiegelijk snel leeg. Dus ja, ik verwacht een lastige wedstrijd. Maar eerst de start. En hoe gaan wij om met de grid slot? Wordt dat een perfecte timing? Wordt dat een goede timing? Wordt dat een slechte timing? En hoe zitten wij de auto neer? Nou, ik kan je nog wel eens verklappen. We gaan er wat schuin neerzetten. Jazeker. Prima neergezet. Staan wat naar de racelijn toe. Om ervoor te zorgen dat we een betere start hebben. Daar gaan we dan beginnen voor aflevering nummer 4 van F1 22. My Team Career Mode. De lampen zijn uit en we zijn onderweg en komen prima weg. Komen prima weg, jazeker. Albon wordt opgesloten. Zit hier aan de binnenkant van heel veel rijders. Maken een divebomb en dat is P10.
Dat is P10 Yuki Tsunoda, dus aan mijn linkerkant. Maar die hebben wij mooi te grazen genomen. En Norris, sorry, Ricciardo ook al gepasseerd. Jazeker, en het is P9. Wat een uitstekende start. Hier in Miami kunnen Gasly hier ook al misschien te grazen hebben. Lukt dat aan de buitenkant? Jazeker, dat lukt. Norris ook dan. Norris net niet. Gasly geeft niet op. Zit daar aan die buitenkant. Sorry, zit daar aan de binnenkant. En wij hebben hier een betere tractie door die buitenkant. En dat is P8. De volgende heet dan Lando Norris. Maar dit zei ik al. De concurrentie is zoveel sneller op dat rechte stuk. Wij gooien onze overtekenknop aan. Maar dat heeft helemaal geen zin. Gasly raast als een gek voorbij. Hetzelfde geldt voor Ricciardo. Maar wij komen hier terug bij Gasly aan die binnenkant. Laat geen ruimte over. Maar toch vinden wij daar een plek. En het is P8. Jazeker, dat is P8. Een prima start. Zo hoort het. En dan zitten we in ronde nummer 2 als Gasly weer ons heeft terugveroverd voor die P8. Maar kijken hier aan die binnenkant. En hebben een betere lijn. En dat is P8. 4 punten. WK, als het zo eindigt. Moeten proberen onze eerste punten in deze race te volbrengen. Gasly zit aan die binnenkant. Wordt daar flink naar de muur geknepen door ons. Maar hij is er nu echt voorbij. Of kunnen we laat inremmen? We kunnen laat inremmen. Gasly laat de deur een klein beetje open. En dat is P8. Nou, heel veel mensen hebben mij ingehaald. En we rijden op een P10. Want Sainz heeft mij ingehaald. Gasly is al voorbij gedenderd. Daar zit ook Daniel Ricciardo te kijken voor P10. Hij is er voorbij. Maar we kunnen terug aanvallen bij diezelfde plek. Hebben het een beetje lastig. Guang Yu Zhao zit ook te kijken. Maar nog steeds een punt achter onze naam. Maar wij moeten nog een keer naar binnen. Heel veel jongens moeten nog een keer naar binnen. Iedereen moet nog een keer naar binnen. Want ja, we zitten pas in ronde nummer 5. Ricciardo op P12. Waar rijdt mijn teamgenoot? Geen flauw idee. Maar hij moet hier wel zijn voor backup. En volgens mij rijdt Charles Leclerc aan de leiding. Hij heeft een groot gat. En daar zit Guang Yu Zhao te kijken. Maar kan er niet langs. Wordt daar gewoon geblokkeerd. En Ricciardo op P12. Wij dus nog steeds op P10. En gaan hier die binnenkant verdedigen. Zhao aan de buitenkant. Lukt niet. En we zitten in ronde nummer 6. Nog 23 rondes te gaan in de wedstrijd. Een lange grote prijs. Voordeel is dat hier geen grindbakken liggen. Alleen maar asfalt. Gele vlag. En wij maken het hier drie dik tussen Gasly. Sorry, tussen Tsunoda, mijzelf en Guang Yu Zhao. De twee Aziaten knokken met mij om een punt. Sorry, om twee punten. Was daar even geel, ik weet ook niet waarom. Maar wij hebben die twee posities weer heroverd. En Carlos Sainz is uitgevallen, daardoor was het dus geel. Weer een Ferrari coureur die uitvalt in My Team Career Mode. En Tsunoda zit te kijken naar die buitenkant. Beetje wielbengen tussen ons tweeën. Ook Zhao zit te kijken daar. Hij raakt onze achterkant. Remmen hier diep naar Tsunoda. En dat is nog steeds P9. Flink moment overstuur. Maar Tsunoda duikt naar binnen. Ga naar de harde band, zegt Mark Priestley. En nog 18 rondes te gaan in de wedstrijd. Hebben het gewoon nog steeds lastig. En we duiken naar binnen. In ronde nummer 14 van de wedstrijd. Tsunoda is al naar binnen geweest. En een prima pitstop. Hopelijk. 2,3. Waar zit Tsunoda? Die zit nu aan de buitenkant. Komen wij er voorbij? Jazeker. We komen er voorbij, maar hebben daar een klein momentje. En Tsunoda zit te kijken. En valt daar ons aan en is er voorbij. En dat betekent dat Tsunoda dat laatste punt gaat pakken. Want hij is al helemaal weggereden van ons. Ik ben bang dat wij helaas tekort komen. Want we rijden op een P11. En Schumacher zit te kijken voor die positie. Raakt onze achterkant. Ook George Russell zit te kijken voor die positie.
En dan zitten we zo meteen in ronde nummer 17. En Schumacher duikt naar binnen. Jazeker, voor een nieuwe voorvleugel. Met nog 12 rondes te gaan. Russell zit te kijken voor P11. Maar ja, dat gat naar Tsunoda is te ver. Dat is jammer. Russell probeert het, maar wij blokkeren die binnenkant en hij kan er niet van profiteren. Ik mag hopen dat er iemand uitvalt, want dan rijden wij op P10. Maar ik ben bang dat dat niet gaat gebeuren. Russell zit zometeen in de DRS-zone. 3,9 seconden is het gat naar Yuki Tsunoda. Russell raakt onze voorkant. We geven ook een klein tikje en dan krijgen een waarschuwing vanwege het toucheren met George Russell. En geven hier niet op, komen van heel ver. En dat is nog steeds P11. Houden die positie nog gewoon vol. En dan zitten we in ronde nummer 23 alweer. Als Guanyu Zhao naar ons is aan het toerijden. Die heeft heel veel snelheid op dat rechte stuk. Zit binnen DRS afstand. Het is geel. Het is daar geel. Maar nu weer groen. Er is iets gebeurd. Ik weet niet wat. Maar wij rijden gewoon nog. Gaan hier verdedigen van de Chinese coureur Hamilton. Rijdt daar ook niet te ver achter ons. Iets te veel snelheid meegenomen in die bocht. En Zhao kan profiteren zometeen van dat lange rechte stuk. Met die DRS-zone. Zit binnen 5/10 van ons. 4/10 van ons. 3/10, 2/10, 1/10. En hij raast er gewoon voorbij. Hamilton kan er niet langs. Blauwe vlaggen, maar wij vallen hier Zhao terug aan. Het voordeel is dat wij ons zo positioneren dat onze banden elkaar alleen raken en geen voorvleugels beschadigd gaan. Blauwe vlaggen worden gezwaaid. Voor de wedstrijdleider Charles Leclerc, als ik dat goed zeg. Zhao moet daar even aan de kant. En wij gaan hier aan de kant voor de leider in de wedstrijd, Leclerc. En hij zit in ronde nummer 25, wij in ronde nummer 24. Nu moeten wij hopen dat wij Leclerc kunnen volgen, want dat geeft ons wat rust aan de achterkant, omdat Zhao op 1,5 seconden rijdt. Dat ene moment met Leclerc heeft ons wat rust gecreëerd aan de achterhoede. En Vettel zit op 2 seconden, daar hebben wij Max Verstappen die ons gaat lappen. En wij gaan mooi aan de kant. Ik denk dat Leclerc als winnaar wordt afgezwaaid. Als afgevlacht, excusee. Raken daar per ongeluk, Max. Niet mijn bedoeling. Maar Leclerc gaat hier weer een wedstrijd winnen in My Team Career Mode. We stappen op het podium. En dan is het, denk ik, Sergio Perez die op P3 eindigt. Of het is Lewis Hamilton of George Russell. Ik weet het niet. Leclerc in ieder geval als winnaar uit Miami. Vergroot daarmee zijn voorsprong. En mede dankzij die uitvoerbeurt van Carlos Sainz verkleint hij het gat naar de wedstrijdleider. Naar het WK-leider. Carlos Sainz, wij vinden dus als 11e, komen net te kort voor een punt. Jammer maar helaas. Is het op naar de volgende race in Barcelona. They've done it then, a truly magnificent win here at the Miami International Autodrome. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their heads when everyone around them was losing theirs, and that's allowed them to get the best out of the car, to maximize the strategy, and to stay out of trouble. And here we are, a team that is no stranger to the podium, taking their place on top once again. A sublime race today, and a stunning win for Ferrari.
Dan zijn we inmiddels aanbeland bij de uitslag van de wedstrijd. En ja, Charles Leclerc wint de wedstrijd. Verstappen naar WT en Fernando Alonso finisht op het podium. Wat een wedstrijd van de Spanjaard. Vertrok als derde, eindigt als derde. Wij dus op P11 komen net een puntje gescoord door die Tsunoda. Ja, sorry dat ik het zeg. Door die Tsunoda. En dat betekent 0 punten voor ons nog steeds. Zijn wel tiende in het constructeurs pakken Williams. Maar daar schiet ook echt een ene reet mee op. Dus ja, het is wat het is. Jammer, maar helaas. Poortje naar de laatste plek gezakt in het wereldklassement. En dat betekent dat ik deze race en deze aflevering ga afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze video. Heb jij genoten? Beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten? Dislike de video dan. En vertel me ook om je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer gewoon voor meer wekelijkse F1 22 content. Alsjeblieft, we gaan naar de 120 abonnees. Dus ben je nog niet geabonneerd? Gewoon doen. Abonneer vooral voor meer. En ram ook gelijk op dat belletje. Zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. Volg me ook even op de sociale media. @GiannanSchraven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staan in de beschrijving. Dit was het Giannan, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.